Dish. Dish. Passa. Passa. Dish. Dish. Passa. Passa. Dish. Dish. Passa. Passa. Dish. Dish. Passa. Wat ben ik? Ik kan me dit allemaal niet herinneren. Wat is er met de andere steden gebeurd? Wat is er met mijn huis gebeurd? Waar is Heratopia? Oh, allemaal zo verwarrend. Oh, lang geleden dat ik hier op deze straat heb gelopen. Hier was ons zwembadje vroeger. Maar dat is allemaal veranderd. Hier was het Hobbithol. Nou ja, maar dat heb ik zelf verkocht. Dus ik wist dat dat weg was. Maar ik hoop dat mijn architectenbureau nog intact staat. Want dan heb ik tenminste nog iets. En deze plek ken ik nog een beetje. Ook al is er heel veel veranderd hier. Even kijken. Ik denk dat ik deze kant op moet. Er is wel heel veel gebeurd in al die tijd dat ik hier weg ben geweest. De dome is ook al weg. Allemaal nieuwe gebouwen hier. Dit is het enige dat ik nog hier herken. De kledingwinkel van vroeger. En de eetwinkel. Nou, we moeten deze kant op, denk ik. Daar zie ik het F5 gebouw al. Dus dan moet het daar ergens in de buurt zijn. Oh, dit is ook allemaal veranderd. Zou dat een van onze skeletten zijn die hier staat? Die hebben we ook nog in ons plot toegevonden, volgens mij. Daar is de bank nog. Oké, nou, ik ga gewoon naar mijn huisje toe. Hopen dat hij er nog staat. Want anders weet ik helemaal niet meer waar ik heen moet. Nou, de Blue Street is ook flink gegroeid nog. In de tijd dat ik weg was. Wat? Hier moet mijn huis staan. Maar waar is mijn huis? Oh nee, is mijn plot weg? Is een winkel geworden. Maskermania? Wat doet dat hier? Dat zat toch heel ergens anders? Zelfs geen architectenbureau meer. Jurgen? Hallo? Ken je mij nog? Ja, Dilano? Hoi, hoe gaat het? Hoe gaat het? Fijn om iemand... Vraag je nou serieus, hoe gaat het? Ja, ik ben hartstikke blij dat ik eindelijk iemand tegenkom die ik nog ken. Alles is veranderd hier in de tijd dat ik weg was. Je bent een paar maanden weg geweest. Ja, dat klopt. En volgens mij krijg ik ook nog iets van jou. Of weet je niet waar ik het over heb? Waar is onze Hobbithol en de schaatsbaan dan? Die zijn verkocht, denk ik. Die zijn opeens weer volgebouwd met iets anders, zag ik. Wacht even, zijn nou verkocht? Ja, die heb ik verkocht omdat we geld nodig hadden toen. En waar is dat geld? Daar is Wesley mee vandoor gegaan. Wesley? Oh, Wesley, ja, die we wouden vermoorden toen. Tenminste, die jij wou vermoorden toen. Wij wouden dat vermoorden, want hij was met ons geld vandoor gegaan voor dat winkeltje dat we hadden. Ja, en die heb jij volgens mij ook vermoord. Dus technisch gezien heb jij het geld nu. Nou ja, ik heb wel wat geld, maar niet al dat geld, want dat zat in mijn huis in Heratopia en dat bestaat niet meer, dat is allemaal weg. Ja. Volgens mij krijg ik dan ongeveer nog 100k van jou of zo. Zoveel geld heb ik helemaal niet. Ik heb helemaal niks. Ik heb net weer eten en drinken. Ik heb niet eens meer een huis. Ik dacht dat ik hier nog een huis had. Want de rest is allemaal naar de bodem van de zee gezonken. Jij woont toch ook in Heratopia? Je weet dat ik de waarheid spreek. Ja, klopt. Maar alsnog, ik wil geld zien. Ik heb meebetaald aan die Hobbithol en schaatsbaan. En dat wil ik ook terug hebben als je het gewoon verkocht. Zonder mij inschaken of... iets ervan te laten weten. Ja, dat geld is allemaal in die winkel gegaan die we hadden met Wesley. Ik kan er niks aan doen dat hij al ons geld heeft weggetoverd. Dat de winkel gewoon verlies leed en dat het allemaal verdwenen is. Nou, zie je wat voor pakje ik aan heb? Dat is een heel mooi pakje. Ziet er stevig uit. Dat is een mooi pakje. Weet je wie dat allemaal dragen, zulke pakjes? Ik zou het niet weten. Ik zeg toch, ik ben maanden weg geweest. Ik ken helemaal niks meer terug. Zou ik alvast zeggen, dit is een pak van de CIA. Dus jij kan het helpen om het geld op te zoeken? Ja, dat is eigenlijk... Ja, dat moet je maar zelf doen. Ik wil gewoon die 100k.
En als ik dat gewoon niet binnen een week heb, dan stuur ik gewoon iedereen op je af, want ik weet gewoon dat jij iemand hebt vermoord. Maar en dan pakken we je gewoon op. Jij hebt geholpen! Ik heb niks gedaan, ik ben onschuldig. Heb je bewijs dat ik heb geholpen? Heb jij bewijs dat ik iemand vermoord heb? Ja, dat heb ik. Wat? Je was er niet eens bij! Een afstandje misschien. Oh, het was wel vlak bij je huis, ja, dat is... Ik doe mijn best, maar ik kan niks beloven, want ik heb helemaal niks. Hoe moet ik aan zoveel geld komen ineens? Dan zoek je zelf maar uit, maar je hebt een week. En niet langer. Oké. Dus, veel succes. En mijn architectenbureau kwijt. En dan ook nog een schuld bij iemand bij de CIA. Die weet dat ik Wesley heb vermoord. Hoe ga ik hier ooit onderuit komen? Hoe ga ik ooit aan zoveel geld komen in een week tijd? Ik ken helemaal niemand. Ik weet niet eens of ik een baantje kan vinden dat zoveel geld verdient. Ik heb niet eens een huis om te overnachten. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik kende zelfs deze bekende plek waar ik heb gewoond is helemaal veranderd. Ik herken het gewoon niet meer terug. Het is zoveel groter, zoveel luxer. Er zijn nog maar een paar gebouwen die er staan die ik wel ken. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik dit ga moeten oplossen.